Yo, welkom bij weer een nieuwe video. En vandaag hebben wij een vraag van onze vriend Stijn. En Stijn die zegt dat hij last heeft van zijn onderrug tijdens het deadliften. Hij schrijft in zijn berichtje dat hij ervan baalt op het moment dat hij 30 kilo deadlift, heeft hij pijn in zijn rug. En op het moment dat hij met 60 kilo deadlift, heeft hij pijn aan zijn rug. En dan zeg je, want het maakt echt niet uit wat voor gewicht ik gebruik. Gewoon op het moment dat ik start dan, en ik sta rechtop en ik kom weer neer, dan heb ik last van mijn rug. Wat is hier aan de hand? Stijn, als jij met 30 of met 60 kilo hetzelfde effect heeft, ligt het hoogstwaarschijnlijk bij je startpositie, bij je setup. Kijk ten eerste de video van afgelopen week. Die gaat iets heten van 5 meest gemaakte fouten of 5 fouten bij de deadlift. Hoe dan ook de video van vorige week. Die gaat over de setup. Dat zijn 5 schadelijke fouten. Op het moment dat je die eruit hebt gehaald, is waarschijnlijk je setup goed. Dan wil ik daarna en nu wil ik iets vertellen over jouw setup, wat ik hier heel vaak zie in mijn sportclub. Op het moment dat ik hier mensen leer deadliften, het kost even wat tijd. Het is nog helemaal geen makkelijke oefening. Oké, dus we hebben het over de voetpositie, kniepositie, heup, ademhaling, schouder, handen. Jullie kennen het wel. De deadlift setup. Dat is eventjes wat tijd investeren. En op het moment dat mensen hem kennen, denk ik, oké, er staan hier 6 mensen een groepslesje te volgen. We gaan, gewoon lekker beginnen. 2 weken, verder kijk ik vervolgens nog eens een keer rond. En dan hebben mensen het gewicht heel erg verhoogd. Aardig hoog. De deadlift schiet er vooruit als je net nieuw bent. Maar dan hebben ze hem te veel verhoogd. En op het moment dat iemand van niet kunnen deadliften in één keer naar ik ga deadliften en ik denk dat ik kan deadliften, wat gebeurt er dan? Ze smijten de kilo's erop. Ze gaan staan in die setup. En 3, 2, 1, oké, vol gas, want het gewicht is zwaar en ik moet paf, dat ding moet door het dak heen. Dan stop ik een kwartier uitleg, een kwartier instructie, aanpassingen, alles in die persoon zijn lichaam. Die tijd investeer ik in jou. En binnen 1 seconde, paf, trek je in één keer heel die techniek eruit en dat ziet er dus zo uit. En dan denk ik, kan weer opnieuw beginnen. Het is geen crossfit hier dat, weet je, op die manier gaan rammen aan barbels. Doe maar ergens anders. En om een beetje meer instructie te geven, wil ik uitleggen wat een barbel is. Dat is niet alleen maar een simpel stukje staal. En om Stijn zijn probleem te verhelpen, heb je juist materiaal nodig. Dit is een barbel van ATX. Dit noemen wij een powerbar. Deze barbel is wat magisch. Je heeft een treksterkte van 206.000 PSI. Dus het is een heel sterk stukje staal. En hij is gemaakt van elastisch veerstaal. Hij is nu niet te buigen. Maar op het moment dat de lichte buiging begint bij een kilo of 80, in ieder geval 100 plus, dan begint die barbel te buigen. In ieder geval wat wij op het oog zien. En waarom buigt die barbel? Omdat het moment dat jij in een deadliftpositie staat en jij staat met uitgerekte hamstrings en die moeten binnen een seconde, 3, 2, paf, spanning leveren, is dat niet fijn. Je hebt een uitgerekte spier en ineens, hoppakee, moet die heel hard aanspannen. Een squat daarentegen kan je spanning bouwen en weer omhoog gaan. Tijdens een deadlift kan het niet. Dus fabrikant ATX en alle andere fabrikanten, die hebben elastisch veerstaal gebruikt en kunnen zorgen dat die barbel buigt. Dus Stijn, het enige wat jij hoeft te doen de volgende keer dat je deadlift, is, eens kijken of jullie dit kunnen horen, die lagers, die bushings, die bearings, net van bar, wat voor barbel je hebt, die lagers hierin, daar zit een tikje in, daar zit een beetje speling in. Ik denk dat jullie dit horen, microfoon zit hier. Juist, die beweging. Stijn, jij hoeft alleen maar die tik uit de barbel te halen. En wat bedoel ik daarmee? Op het moment dat jij met je, 50 kilo deadlift begint, dan geef je 10 kilo kracht. Dus je gaat helemaal in je setup staan. Zoals je hopelijk op dit kanaal hebt geleerd. Je neemt een grote hap adem. Je haalt die tik die je hoort, die haal je eruit. Je doet net alsof je 10 kilo optilt. Dus je bent helemaal onder één blok hard spanning. Alsof er een tornado aankomt, helemaal aangespannen. En dan start je je lift. Dat is de reden dat we zoveel werk stoppen in een setup. En hierdoor zal dus niet je rug, Die rugwervel, die zal niet in één keer uit elkaar slaan en zijn piekkracht daar verliezen. Stijn, succes!
De rest, vond je dit een leuke video? Neem eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je ook gelijk abonneren. Dit was Raymond Schultz, totdestreng.nl. Ignite your fire and grow stronger.